Hallo, ik ben Doris van Nes van de firma Ploeger en we stellen u vandaag de 5104 ploegermachine voor. De eerste machine die we hebben draaien en waar we mee aan het testen zijn. En die past mooi in de serie tussen de driewieler en de vijfwieler die we al hebben draaien. We hebben gekozen voor een machine, vierwieler, visé-besturing. De aandrijflijn van deze machine is vergelijkbaar met de aandrijflijn die we kennen uit de vijfwieler. 550 pk Scania motor, ZF-versnellingbak. Kessler assen met dubbele eindaandrijving, alleen ietsje smaller zodat we binnen de 3 meter versie blijven. Banden, de grootste maat die we er nu onder hebben liggen is een 1065 R32 van Mitas, band van 1000 mm breed en toch blijft de machine dan in 3 meter buitenbreedte. De Borgerpomp, bekend zoals we op de driewieler en de vijfwieler ook gebruiken, 9 kuub of 12 kuub met rechtsom linksom draaiend 10 duims aanvoer vanuit de tank naar de pomp. En we zien dadelijk aan de andere kant het snellaadsysteem van de Superload. Dus een grote pomp om te lossen, maar ook een hele grote laadvermogen heeft deze machine. De hefrichting. Een van de grote uitdagingen die we bij deze machine hebben is die hef natuurlijk perfect te laten lopen. We kennen de hefrichting wederom van de driewieler vijfwieler. En in dit geval is de hefplaat sturend opgehangen. De machine houdt zelf de hefrichting in lijn, in de lijn waar de machine in rijdt. Zodat we tijdens de injecteren in ondergang kunnen rijden. Theoretisch kunnen we ook tijdens het bemesten de ondergang van links naar rechts laten lopen. Zoals ik al aangaf, heel veel van de componenten zijn gebruikt in de driewieler en in de vijfwieler. Wat we hier eigenlijk zien is een verschil. We hebben de koeling opgesplitst tussen de koeling voor de motor en de hydrauliek en de versnellingbakkoeling. De oliepompen van deze machine zitten op de versnellingbak van de ZF. En die worden uitgeschakeld als ik op de weg rijd. Wat we dus gedaan hebben is de koelinstallatie dicht bij de pompen en bij de versnellingbak neergezet. Zodat we eigenlijk heel korte wegen hebben om de versnellingbak en de hydrauliekolie te koelen. Onafhankelijk van de koeling die voor aan de motor zit. Zuigarm, de bekende zuigarm die we 4 jaar geleden ontwikkeld hebben. We hebben toen geprobeerd een zuigarm te maken die aan de voorkant van de machine kan laden, die hoog kan laden, die laag kan laden. Deze arm is dezelfde arm als we gebruiken op de driewieler en op de vijfwieler. Het grootste verschil is, we hebben hem naar voren gebracht. We hebben het snijfilter onder de direct onder de arm geplaatst en de 10 duimse leiding die schiet door middel van een bypass rechtstreeks de tank in. Dus de zuigleiding is wat korter geworden en daarmee verwachten we eigenlijk een nog sneller laadcapaciteit dan op de andere machines. Door middel van een superloadpomp die eigenlijk rechtstreeks de mest de tank in pompt. We zien hier de voorkant van de machine. Anders dan bij onze 3 en 5 wieler zit de koeler hier aan de voorkant geplaatst. We hebben de motor aan de voorzijde voor de vooras gehangen voor het gewicht. Als het ware een contragewicht voor de bemester die er achteraan hangt. De ventilator zit aan de voorzijde van de machine en die drukt de lucht door de koeler heen. Houdt daarmee de motor goed schoon. Ja, en we denken op deze manier eigenlijk een relatief korte neus te hebben kunnen bouwen, maar wel met een hoog koelgehalte. De cabine. Ook weer zo bekend van de driewieler en de vijfwieler met dezelfde joystick, dezelfde functionaliteit die we kennen. Hele eenvoudige bediening, een masterschakelaar die eigenlijk met één knop bedien je alles. Op het scherm heb je een goed overzichtje en je kunt hier in principe op het scherm de ondergang instellen. En voor de rest is het rijden aan uit en voor de rest doet hij alles zelf. Rij ik op mijn rijhendel of op mijn voetpedaal. Wederom de techniek die we eigenlijk al kennen van de driewieler en de vijfwieler. Dit was de eerste informatie van de Ploeger vierwieler. Hebt u meer interesse? Wilt u meer informatie hebben? Neem contact met ons op. U kunt ons volgen op Facebook. U kunt ons vinden op onze website. We zijn graag bereid om meer te laten zien of u uit te nodigen voor een proefritje met deze machine.